Ik ben hier op Landgoed Koude Water. En jullie weten allemaal dat hier een asielzoekercentrum zou komen. Maar de gemeente heeft een spelletje gespeeld. Een groot spelletje. En heeft jullie compleet om de tuin geleid en, uh, en in de luren gelegd. Dat was, was namelijk het geval. In eerste instantie was het zo dat de gemeente 40 locaties bekend maakte om een AZC neer te zetten. 40 locaties. En de burger had inspraak, zeiden ze. Alleen die inspraak is bij duizenden mensen niet aangekomen. Uiteindelijk uh, gaat die ronde van inspraak lopen. Maar wat wij wisten, Bosse Volkspartij, is dat op dit landgoed al drie maanden voordat u inspraak kreeg, gevraagd werd door de twee zorgverleners onder elkaar: ik moet over een paar maanden ruim 250 mensen. Verkassen heb jij plek voor deze mensen? Dus drie maanden voordat er uitgezet werd dat er 40 locaties waren, was de locatie al bekend hier op koude water. En waarom doen ze dan? Waarom doen ze dat? Waarom zeggen ze dan 40 locaties? Dat is om u in eerste instantie bang te maken. Want wie wil er in zijn achtertuin een asielzoekerscentrum hebben? Niemand. Het is uitgezet. Uiteindelijk bleven er nog een top 10 over. En natuurlijk zat hier koude water daarbij. Eh, onder andere Empel, Maaspoort. Uh, nou ja, ik, ik heb ze allemaal niet op, op een netvlies, maar mensen die kwamen in opstand. Dat kon niet en dat ging niet. En niet in de buurt van dichtbevolking. En niet hippe Zeg maar allerlei redenen. En uiteindelijk werd het. Koude water, wat al drie maanden van tevoren bekend was. En al die andere mensen voelden zich ineens winnaar. Want in hun wijk kwam geen asielzoekerscentrum. En dat is het trucje wat ze met jullie hebben geflikt. Want uiteindelijk zijn de 40 mensen van de verschillende soorten plekken in Den Bosch winnaar geworden. En hier zou die komen. Maar dat was al drie, vier maanden van tevoren bekend. En hoe is het dan mogelijk dat je ruim 250 mensen die zorg nodig hebben, die hier ingeworteld zitten, uit de grond hebt getrokken. Met alle problemen van dien. Ze begrijpen dat niet. En ergens anders weer hebt moeten planten? 250 mensen. En waar zijn ze nu? Wij zien ze niet meer. En waar hoor ik de politiek over? Ik hoor ze niet meer. Want op het moment dat een asielzoekerscentrum niet meer nodig is, omdat de inloop van vluchtelingen minder werd, was dit niet meer nodig. Tonnen zijn er verdampt aan onderzoekskosten en ga zo maar door. Dat is waar wij op tegen zijn. Geen vieze spelletje spelen met, uh, met onze bevolking. Niet allemaal van die misselijkmakende trucjes uithalen, maar gewoon recht door zee vertellen hoe het zit. Dan krijg je waardering en niet op deze manier. Maar OW als je over dit soort problemen praat. Als je zaken aan de orde stelt, als je zegt dat een statushouder hier in Den Bos namens Den Haag niet verplicht voorrang moet krijgen op een woning, en de gemeente Den Bos doet het toch, dan is de complete politiek bezig met een tweedeling. Want wij pikken dat niet als we zelf zeven jaar moeten wachten. Dan komt de wrijving en dan komt de ellende. En dat ligt allemaal aan de politiek. Omdat ze alles via een bepaalde schijf spelen die wij niet doorzien. Alleen de Bosse Volkspartij doorziet hem wel. En daarom stem ik jullie morgen, vergeet het niet, morgen op de Bosse Volkspartij. Lijst 7 op een van onze kandidaten. Blijf niet thuis zitten. Maak het verschil. Ga bij weer of geen weer. Ga eruit en stem. Laat die stem niet verloren gaan. Want wij blijven de waarheid op tafel leggen. Een waarheid die jullie verdienen. Een waarheid die altijd eigenlijk op tafel zou moeten liggen, maar in het landschap van deze politiek vaak verborgen blijft.